Hey Milan. Hey, lekkere ring van me. Waar verdien ik deze eer aan? Hoe is het met Zoe? Ja hoor, zo word ik alweer aan de kant geschoven. Wat is dat toch met jullie mannen? Echt, het ene moment laten ze je voelen alsof je alles voor ze betekent en het andere moment zien ze je ineens niet meer staan. Oh, wacht, nee, Milan. Zoe vertelde mij dat zij nog gevoelens had voor mij. Ik heb mijn vriendin voor haar gedumpt en ik probeer die nu te bellen om dat te zeggen. En die pakt niet op, die is gewoon van de wereld verdwenen. Ik weet niet hoe dat... Luister, Senne. De situatie, hoe die nu is, is al gewoon heel erg moeilijk en ingewikkeld. En jullie drama daarbovenop is gewoon... Maar ik ga dat niet goed mee, dat is dat. Je moet er gewoon niet zo pushen. En je moet er pushen. Even... Ja, je moet er even gewoon... Alles op een rijtje laten zetten voor zichzelf. En je moet er ook niet constant bellen. Pushen, ik... Ik dacht gewoon net dat die blij ging zijn. Wat denk je nou wel? Jij dumpt je lief? Dus de tweede in de rij moet maar staan te springen om die plek op te vullen? Milan, dat is totaal niet... Senne, ik sorry hoor, maar ik zie je graag. Maar je mag echt niet ervan uitgaan dat je Zoe gewoon maar met een vingerknip kan terugkrijgen. Waarom moet alles altijd zo intens zijn bij jou? Lieverd. Is dat niet vermoeiend? Hey, laat het los. We zien het wel. Jet planes with a new charter. Loud pack, make it fly faster.